De regering heeft het beste besluit genomen rond aanpassing van de energietarieven en afbouw van subsidie op energie. Dit vertelde minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking gisteren tijdens een persconferentie in het perscentrum van het kabinet van de president. Hoofdonderwerpen waren de uitfasering van de objectsubsidie op energietarieven, het aanpassen van de energietarieven en de maatregelen om kwetsbare groepen in de samenleving te beschermen. De bewindsman zei dat de afbouw op energiesubsidie mogelijk een van de laatste pijnlijke maatregelen is die getroffen moeten worden. Deze moesten we nemen omdat de realiteit is dat voor 30, 40 jaar niemand hieraan gewerkt heeft. Een bedrijf subsidie verschaffen tot een bedrag van 4,5 miljard per jaar is niet gezond, is geen reële economie. Een organisatie staande houden met leningen, zoals voorheen is gebeurd, is ook geen reële economie, is geen schijnwelvaart. En in die schijnwelvaart hebben we geleefd, tot het bijna leek alsof het een recht was dat goedkope tarieven aangeboden konden worden. Of dat energie, maar dat geldt ook voor benzine in de tijd en voor andere verplichtingen, dat die voor gratis of voor een heel laag bedrag beschikbaar zouden zijn. Terwijl de realiteit een totaal andere is. Ramdien zei ook dat Suriname een van de laagste energietarieven heeft in de regio en dat dit niet langer vol te houden is. Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen gaf aan dat de energietarieven per 6 maart met 40% zijn gestegen. In dit besluit hebben we meegenomen dat voortaan in het model gerekend wordt op basis van die wisselkoers zoals genoteerd wordt door de centrale bank. En dat resulteert in één klap in een gemiddelde verhoging van ongeveer 26%. Dus onderdeel van die 40% verhoging is een aanpassing van die wisselkoers naar een marktconforme basis. Of laat mij zeggen de notering van de centrale bank. En de bedoeling is dat wij vanaf mei 2024 telkens om de twee maanden een verhoging van 7% zullen doorvoeren op het tarief. Let wel niet cumulatief, maar op basis van het huidige tarief tot en met november dus. Abiyamofo wees erop dat een advies steeds terugkwam bij de discussie met belanghebbende partijen, waarbij veel rekening gehouden moet worden met de sociaal minder bedeelden. Vandaar dat voor de grootgebruikers daarom ook weer andere tarieven gelden.